Ik ben Staf Pelkmans, ik ben Vlaams parlementslid voor Groen. Ik kom uit Turnhout, waar ik lang directeur geweest ben van een groot cultuurhuis. En ik kom dit half rond binnengetreden met een verwachting om cultuur en media heel erg aan te moedigen bij de collega's. Ik denk dat het een belangrijk maatschappelijk fenomeen is waar we met z'n allen hard aan moeten werken. Dat hoop ik hier te kunnen doen. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Omdat ik dat absoluut wou. Ik zat al een aantal jaren in een omgeving waar politiek ook heel belangrijk is. Hè. Namelijk in de cultuursector en dan nog eens in het lokale, regionale bestuur, provincies, gemeentebesturen, maar ook Vlaanderen. Heel lang dus gewerkt in het veld, met heel veel beleidskwesties geconfronteerd. En op een bepaald moment echt goesting gehad om dat te doen, maar nooit van gekomen. En net op de valreep werd de vraag gesteld of ik niet cultuur wou nemen bij Groen. En heb ik daar twee nachten over nagedacht en snel beslist om het te doen. De enige kans in mijn leven om dit toch te kunnen realiseren. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Oh ja, het was wel heftig. Hè. We hadden dus afspraak in La Madeleine, samen met Ekelo. En dat was natuurlijk een merkwaardig gevoel, want enerzijds had je natuurlijk de enorme overwinningsroes met de verschillende schermen die aanwezig waren van Ekelo. En anderzijds had je dan natuurlijk het verhaal van onszelf, waar toch wat hier en daar wat teleurstelling was, denk ik, over de globale uitslag. Dus het was schipperen tussen twee gevoelens. Bovendien was het voor mij ook best nog wel wat spannend, omdat net door die wat iets verminderde uitslag het nog niet zo zeker was of ik erbij zou zijn of niemand over mij zou springen. Maar in die end absoluut een fijne avond en goed afgelopen ook trouwens. Ja. Bent u tevreden met het resultaat? Ik zal bij mezelf beginnen, ja, uiteindelijk wel. Hè. Als volledige nieuwkomer, zonder ooit enige politiek mandaat of zelfs partijkaart te hebben, ben ik vooral fier op het feit, denk ik, dat ik veel nieuwe stemmen heb binnengehaald. Mensen die anders niet snel voor Groen zouden gestemd hebben, maar die dan blijkbaar toch wat vertrouwen hadden in mij als persoon, denk ik ook wel een stuk via mijn vorige functie als directeur van de Warand. Daar ben ik best wel fier op. Ik vond ook dat ik best wel goed wat voorkeurstemmen had, een kleine 6000 en nog wat. Natuurlijk, het algemene resultaat, er zijn veel over gezegd en gesproken, hè, over Groen. Ik vind eigenlijk niet dat ze verloren hebben, maar ze hebben eigenlijk niet genoeg gewonnen. Dat vind ik een heel belangrijke nuance. Dus ik denk dat het laatste wat speelt, omdat je nou natuurlijk wat minder kracht en macht hebt om mee te onderhandelen. En dat is natuurlijk wel wat de teleurstelling. Anderzijds, jullie hebben het zelf ook vastgesteld, zijn alle fracties wel flink gegroeid. En staan we eigenlijk op het hoogste pijl dat we ooit gehad hebben, hè, met het aantal zetels. En daar komt het finaal toch ook wel op neer. Dus gemengde gevoelens, maar ik ben daar toch eigenlijk eerder positief over. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ik wil eigenlijk echt wel in die cultuursector wel iets betekenen. Mijn voorganger heeft natuurlijk grote schoenen om in te lopen, dat weten we allemaal. Het punt waar ik misschien het meest aan wil werken, zeker na de verkiezingsuitslag, dat is cultuur wat breder als een dwarsstraat door de politiek te laten gaan. Ik vond dat het soms nou een geïsoleerd fenomeen was. Voor sommige politici bijna een soort marketing tool, cultuur, terwijl ik het echt geloof dat je daar veel meer mee kan. Op vlak van maatschappelijke integratie, verbinding, samenwerking tussen mensen. Dat is een strijd die ik absoluut wil inzetten. Ook wel het gevoel dat deze verkiezingen ook wel een stuk gaan over
relatie, en ik zeg niet de afstand, want dat is te negatief, maar relatie tussen de rurale gebieden en de grotere steden. Dat zijn zo twee elementen in het politieke spel die nu heel erg tegenover elkaar staan. We hebben recent nog met die mobus scoren opnieuw weer. Ik denk dat dat niet hoeft. Ik denk dat hij verbonden zou kunnen worden, maar er moet wel iets aan gebeuren. Want die verhouding tussen die twee, dat is niet gezond. En ook daar is cultuur, lokaal cultuurbeleid in zijn brede vorm een fantastisch medium. Dus ik hoop daar eigenlijk ook een rol te kunnen spelen. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Nee, uitdrukkelijk niet. Omdat ik vind, één, de cultuur is al een heel brede taak, ook omdat we niet veel andere mensen bij ons zullen hebben die dat volgen. Bovendien, ik ga zo goed als zeker ook media erbij krijgen, wat ik ook gezien ook mijn opleiding zeer boeiend vind. Die twee hebben trouwens ook een relatie met elkaar, media en cultuur. Dus ik ga dat ten volle doen. Vooral omdat ik de cultuursector zelf op de vloer ook wil blijven volgen, anders kan je die job ook niet goed doen. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Dat was al iets spannender. Mijn kinderen waren heel enthousiast, al is het ook maar omdat ze alle drie groene connecties hebben, ik zal dat zo zeggen. Maar mijn lieftallige, mijn partner, echtgenoot, was een veel moeilijke beslissing. Want je moet weten, hier zit een 60-jarige die eigenlijk tussen dit en 2 jaar rustig op pensioen had kunnen gaan. Daar hebben we toch wel even met elkaar goed moeten spreken. Maar ze heeft ook een heel druk sociaal leven. Kinderen zijn het huis uit. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dat wel goed komt. Maar we zullen ook eerlijk evalueren. Als dat totaal niet werkt, ja, dan is er een nieuw hoofdstuk dat we moeten schrijven. Maar ik zie dat zitten, zij ziet het ook zitten, dus dat komt goed. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Op een intelligent engagement. En beide woorden zijn belangrijk, denk ik. Ik vind dat intelligentie, en niet in de IQ-zin van het woord, hè, maar op een goede, gedegen en doordachte manier en bedachtzame manier met de dingen omgaan, vind ik zeer belangrijk. Dat verwacht ook uw kiezerspubliek dat je dat ernstig neemt. Ik waag me niet direct om te zeggen, ik ga dat en dat absoluut realiseren, want je weet ook, vanuit een oppositie is dat toch veel moeilijker dan in een meerderheid. Als ik dan toch daar één uitspraak wel over zal doen, dan komt het altijd op hetzelfde neer, de cultuur. Veel meer, dat we kunnen aantonen, de cultuur veel meer vermag dan de marketing zijn voor een stad of voor een land of voor een landsgedeelte. De maatschappelijke rol van cultuur toch meer geaccepteerd wordt dan nu. Ik vind wel dat de cultuur kritisch moet blijven en ik ben dus ook absoluut geen tegenstander van l'art pour l'art. De echte hoge kunsten zijn bij mij ook zeer welkom, zijn ook heel belangrijk om de discussie te voeden. Iedereen hoeft er altijd niet mee akkoord te zijn, maar de twee combinaties van de echte l'art pour l'art, de echte hoge cultuur met het maatschappelijke engagement, dat is wel iets wat ik wil uitdragen en hopelijk ziet de rest dat ook.